Ik wil meteen het woord geven aan de vertegenwoordiging van Stichting Natuurkunst, de voorzitter, Paul van Meer. Ooit wilden wij het grootste biertje ter wereld maken. En nou hebben we dit. Vijf jaar geleden kwamen een aantal natuurkundestudenten naar mijn studio in Amsterdam. En zij hadden een aantal zonnecellen, in totaal 100, kunnen scoren ergens. Ze hadden een techniek ontwikkeld waarmee ze zonne-energie kunnen omzetten in een magnetisch veld. Dat magnetisch veld stelt hun in staat om een object omhoog en omlaag te laten bewegen. Hoe meer licht, hoe hoger het object omhoog gaat. En ze vroegen aan mij of ik daar iets mee kon doen. Zonder enige limiet aan te geven wat te doen. Nou, dan moet je natuurlijk niet aan de kunstenaar vragen, want die gaat zich helemaal te buiten. Na een aantal maanden heb ik dat gepresenteerd. En ik dacht van, dit is een conceptuele uitwisseling tussen student en kunstenaar. Tot mijn grote verbazing schrokken die studenten helemaal niet. Die dachten van, dat gaan we doen. En die hebben in 4 jaar tijd de benodigde middelen bij elkaar gekregen. Dat tot het resultaat heeft geleid dat we nu vandaag het kunstwerk kunnen onthullen. We hebben Alex gevraagd om een ontwerp en toen hij dat een tijd later aan ons presenteerde, sloegen wij letterlijk stijlrecht achterover. Een vijver met drijvende eieren en zonnepanelen, maar in het midden wel iets wat ging zweven in een magneetveld. De eerste woorden waren dan ook, dat kan niet en dat lukt nooit. We hebben toen even getwijfeld. Het besef drong door dat het niet meer zou gaan om duizenden euro's, maar om 100.000 euro's. Maar toen na een studie van de gemeenschappelijke technische dienst van de universiteit bleek dat het allemaal toch wel kon, hebben we de knoop doorgehakt en zijn we keihard aan het werk gegaan om het te realiseren. Wat zeg je? Minder dan gisteren? Ja, veel minder. Zijn knieën zijn de bak niet uit. Die passie die ontstond, dat was het begin van het studiejaar. Gezamenlijk zaten ze een biertje te drinken. Na biertje, na biertje, na biertje hadden ze de gedachte ontwikkeld van we gaan het grootste biertje van Nederland maken. Toen kwamen ze al gauw tot het idee van ja, het is toch wel heel erg banaal om dat te doen. Laten we iets anders met die zonnecellen gaan doen. Laten we een soort UFO bouwen. Hetzelfde geluid wat ik gebruik. Precies hetzelfde. Nou, helemaal euforisch zijn ze s'avonds naar bed gegaan. 'S Ochtends vonden ze in een clublokaal de tekeningen en schrokken zich helemaal rot wat ze allemaal hadden bedacht. En dachten ze van, dit moeten we met iemand doen die er echt verstand van heeft. En laten we een kunstenaar vragen. En via iemand van Studium Generale, die in de kunstcommissie zit, die had mijn werk ooit gezien in het Van Abbe Museum, zijn ze bij mij terechtgekomen. En dan eigenlijk klikte het van de meter van. En dat was voor beide een heel avontuur natuurlijk, want twee werelden ontmoeten elkaar, kunst en wetenschap. En ja, kunst en wetenschap zijn eigenlijk twee pioniersfuncties, zijn twee manieren van pionieren in het veld. Het trekt mij altijd om die dingen bij elkaar te krijgen. Het geeft een hele andere input. Wat ik niet weet, maar waar ik wel iets mee zou willen doen, dat kunnen hun aanvullen. En omgedraaid, zij kunnen de techniek die zij in handen hebben, kunnen zij geen vorm geven. Het is de afgelopen 2 maanden mijn woonplaats geweest ongeveer en voor velen met mij. We hebben het hier zien veranderen van mooi groen grasveld in een modderpoel, toen een krater. Vervolgens een net geprofileerde kuil en dit weekend hebben we er ook nog maar water in gegooid, want dat was ook nodig. Eén spreekt Arabisch en de ander spreekt Nederlands, zullen we maar zeggen. En met elkaar als taal leren kennen. Op een gegeven moment dan wordt er aan mij gevraagd van hoe moet dat zonnepaneel op dat ei komen? Onder welke hoek? Dat is mijn antwoord altijd van, dat wil ik zien. En dan dachten we van, ja maar wij willen cijfers zien, want anders kunnen we het niet maken. Badaam. En langzaam begonnen te begrijpen dat je met een kunstenaar dus visueel rekent en denkt. En dat hun met exacte cijfers werkt. Dus we kwamen steeds dichter bij elkaar en begonnen hun langzamerhand mijn taal te verstaan en ik hun taal. Precies wat ik in mijn optiek in 2 minuten heb gedaan.
Eddie de Klerk en Erik Robijn, die heb ik bij elkaar gebracht. Dat zijn alle twee mensen die elkaar kennen vanuit de Roxy-tijd. Omdat het kunstwerk over licht gaat en over vuur en over alle elementen, zand, water, zonnecellen bestaan uit silicium en silicium is zand, vibratie, het is een magnetisch veld, wilde ik die twee mensen samenbrengen met mijn sculptuur op de opening als gewoon één groot geheel. Een interactie, een dialoog tussen verschillende media van verschillende kunstenaars. Ik baseer mij op de beweging en op het moment theatrale van de opening. En dat is ook wel mijn specialisatie om bepaalde effecten van geluid te voorzien, bepaalde sferen toe te brengen aan een bestaand concept. Mijn werk is een beetje vreemd omdat je dus werkt met antimaterie. Dus er is niks totdat dat ding afgaat. Dan krijg je het straks het licht. Ik wil een heel concrete vraag stellen. Waarom 88? 88 het mooiste getal wat er is. Want als je het kantelt, is het oneindigheid teken. Maar het zijn ook twee eieren tegen elkaar op een sterkste kant. En 2 keer 88 is 2 keer oneindigheid. Het hele project is oneindig. Ik bedoel, als de Boeddha-figuur, ik mag geen Boeddha-figuur zeggen, de ei-figuur omhoog gaat, hoe hoger die gaat, hoe meer licht, hoe hoger dat gaat. En tegelijkertijd in reflectie, hoe dieper dat die gaat. Dat vond ik zo mooi met mijn metafoor in combinatie met het getal 88. Eieren hebben me altijd geïnteresseerd. Vroeger als kind vond ik het prachtig als je een ei zo pakte, kon je knijpen wat je wilde, er gebeurde niets. Je deed het zo, was het eigenlijk poets weg. En ik denk dat dat voor het leven ook geldt. Je kracht is je kwetsbaarheid en omgedraaid. En die balans, dat intrigeerde mij in het ei. Stap maakte in 1996 van kunstenaar die zijn eigen wereld creëert, centraal, een persoon in zijn eigen hebben en houden. Ik denk dat de tijden zo zijn aan het veranderen dat je dat niet meer kunt permitteren. Je hebt het internet, je hebt al die communicatiemiddelen en ik denk dat de rol van kunstenaar, mijn rol als kunstenaar, veel meer is als een soort dirigent of regisseur. De inhoud bepaalt het medium waarvoor je kiest. Maar ik beheers niet alle media. Dus ik zoek mensen bij elkaar die expert zijn op dat gebied. En die breng ik bij elkaar, die stel ik aan elkaar voor. Dan leg ik uit wat de bedoeling is. En zo ontstaan die projecten. Vandaar dat ze ook zo verschillend zijn. Van opera tot en met een heel technisch project op de Technische Universiteit vandaag. We zijn nu 10 jaar verder en na een sensationele explosieve ontmanteling van de Boeddha. Ze hebben er 6 jaar over gedaan om de Boeddha weer functioneel te krijgen. De koon die er voorheen om de Boeddha heen was, die bleek eigenlijk niet te kunnen. En het paradoxale is dat onder invloed van UV-licht het acrylaat van de koon krakeleert. En bij een warme zomerdag is dat geëxplodeerd. Nou, ik schrok wel natuurlijk. Ik bedoel, what the fuck is going to happen? What happened? En toen zag ik het footage en, van de beveiligingscamera's. En het bleek dus gewoon out of the blue. Het ding was geëxplodeerd, er was geen spoor van vandalisme, want daar denk je dan het eerst aan. Niks. Dus, en later onderzoek bleek dus dat gewoon acrylaat niet tegen zonnelicht kan, niet tegen UV-licht. En dat is natuurlijk heel paradoxaal in een project wat over de zon gaat.
dat het zichzelf opheft. En voor de rest dacht ik van ja, hoe gaan we dit oplossen? Want als we nu weer die ding eromheen gaan zetten, dan is over 4 jaar krijgen we hetzelfde probleem. De zonnecellen werken stroom op. In 2060 was het bij de oprichting van het kunstwerk, zeg maar, werd die stroom gebruikt om, om de Boeddha magnetisch op te tillen. Maar eigenlijk was die kracht veel te klein. We hebben nu een ander principe waarbij die Boeddha met een hydraulisch systeem wordt opgeheven. Nog altijd aangedreven door de zonnecellen, maar wel een veel robuuster hefsysteem. Waardoor nu ook die koepel daaromheen van Perspex met dat water erin niet meer nodig is. Dus het is nog altijd zo dat die Boeddha omhoog gaat als de zon hoger staat. En dat die s'nachts als de zon weg is, dan gaat hij helemaal onder water. Dus dat oorspronkelijke concept is gehandhaafd. Ik heb wederom Eddie de Klerk gevraagd om muziek te maken. Daar was hij een beetje angstvallig voor. Ik bedoel, hij wist niet helemaal goed hoe dat die Tesla coil werkt en hoe dat een synthesizer is. Hij heeft er onderzoek naar gepleegd, samen met een technicus. En ik ben heel benieuwd wat hij ervan gemaakt heeft. Het blijft dus een samenwerkingsproject. Nou, het grappige was, ik was met Alex aan het converseren via e-mail. En ik was net in het Tijlers Museum in Haarlem geweest. En daar had ik namelijk een Tesla coil zien staan. En ook allerlei elektrische apparaten uit de 18e en 19e eeuw. Die ik dus niet kon thuisbrengen. En zonder dat ik van dit apparaat afwist of van zijn plannen, van Alex, had ik die foto's doorgestuurd van de apparaten en gezegd, nou, dit lijkt me echt gek om daar eens een keer iets mee te doen. Ik weet niet waarom, maar dat kwam weer als een soort van een boomerang terug. Dat hij zei, ja, maar op de universiteit in Eindhoven hebben ze zo'n Tesla coil. En ik wil voor die performance heel graag gebruik maken daarvan. Ik weet eerlijk gezegd niet wat het apparaat kan. Een muzikale bijdragen. Het is natuurlijk heel beperkt. Het zijn maar 2 tonen. Alleen het is te staccato om er echt melodietjes mee te spelen. Weet je, ik heb melodietjes gehoord. Furilize bijvoorbeeld en de Weense Wal speelt die perfect. Alleen het is nogal primitief. En ik vond het eigenlijk heel goed werken. Het apparaat, de Tesla coil, in combinatie met een nieuw gemaakte soundtrack. Die wij dus Sorko en ik gemaakt hebben. Die Tesla, die draaide allemaal peertjes in de grond. En die gingen dan branden. En het sculptuur wat hier achter me staat, dat vangt licht op van de zon. En met die vrije energie die opgevangen wordt door de zonnepanelen, stelt het geheel in staat om dat beeld op te heffen. Er komt geen andere energie bij te kijken. En dat is de overeenkomst met Tesla. Dat was eigenlijk ook zijn doel om dingen te laten bewegen met een vrije energie. En dat vind ik zo mooi van de clip. Dat is de synthesizer volgens mij. En nu gaan die dingen samenkomen. Ik heb geen idee hoe het eruit gaat zien. Uitgaan van totale stilte eigenlijk. En daarop zijn we gaan bouwen met een ambient klanktapijt met een hele mooie melodie. En die melodie komt weer terug in de performance, want het zijn 2 delen. En die performance bestaat dus eigenlijk uit onze compositie, aangevuld met de Tesla coil, die improviseert op de muziek. En dat heeft ook een hele spontane sfeer. Het heeft zoiets van een machine talking. Weet je, een machine die echt aan het praten is via die muziek. Wat wij vooral wilden maken was een jazzy-achtige track waarin de Tesla coil dus meespeelt als Herbie Hancock. Dat was uiteindelijk toch wel, denk ik, de beste omschrijving. Het is een Herbie Hancock-achtige track. En
die Tesla speelt ook in die sfeer, die stijl van Herbie Hancock. Dat vond ik wel een hele mooie associatie. Kijk naar de wetenschap, hoe is het echte leven ontstaan? Die is ontstaan doordat de bliksem door de lucht op het water inslaat en dan daardoor allerlei reacties, verbindingen maakt, aminozuren. Daar komt weer DNA uit en zo is het leven ontstaan. Dus wat we hier achter ons zien, zodra die Tesla coil aangaat, is het ontstaan van het leven. Dus als we die aan zouden laten, die Tesla coil, en we wachten 2, 3 miljard jaar, dan hebben we hier weer een nieuw leven in die vijver. zo lang gaan we niet wachten, maar het is, je brengt op die manier wel de twee werelden bij elkaar. Ik weet heel goed wat ik wil. En ik maak een voorstelling. Dat proces speelt zich af in mijn hoofd. En ik kan het niet uitleggen. Ik weet het precies hoe het eruit gaat zien. En vrijwel altijd komt het eruit te zien zoals ik gedacht had.